Kunnen we allemaal kleine poetientjes gaan maken? Nee, dat is precies, zeg maar. Nu hebben we heel erg discussies, kan je de mens beter maken? Maar wie hier natuurlijk zijn handen op wil leggen, is Poetin, is Xi, is Iran, noem maar wat op. Ja, luisteraars, ahoy. We gaan een academisch kwartiertje, we gaan een nagesprek eigenlijk voeren met professor Dr. Guido van der Werf, verbonden aan de leerstoel Groep Meteorologie en Luchtkwaliteit Universiteit Wageningen. Ik heb net een gesprek met hem over klimaatoptimisme gehad. En ik heb een AI-gesprek gevoerd met Dr. Bart van der Sloot. Hij werkt in Tilburg aan het Institute for Law, Technology and Society. En eigenlijk de beperkingen, maar ook de onbeperkte mogelijkheden van AI met hem besproken. En natuurlijk ook de noodzaak wellicht om het meer te gaan reguleren. Ik wil het eigenlijk wat groter aanpakken. Ik moet eigenlijk gewoon even over de mensheid hebben. Er wordt vaak gezegd, wij leven in het Anthropocene, heet het, geloof ik. De tijdperk van de mens. De mens heeft aan de ene kant, dat is een beetje jouw werk als bosbrandenexpert. We zijn de wereld natuurlijk gewoon aan het slopen, grondig, de laatste 200 jaar. Daarvoor is al dat klimaatbeleid bedacht. Aan de andere kant hebben we nu nieuwe technologie, waardoor de mens ook een beetje overbodig wordt. Misschien wel helemaal vervangen wordt. Minder mensen, zou dat niet een hele fijne doelstelling zijn, Bart? Ja, je hebt ook echt al filosofische debatten. Transhumanism, moet de mens niet eigenlijk weg worden genomen? Want dat is eigenlijk het probleem met klimaatverandering en nog heel veel andere dingen. Kan AI eigenlijk niet gewoon veel beter zorgen voor deze wereld? Ja. En gaan we daar niet naartoe? Maar het hoogst haalbare is de pure liefde. Dat gaan twee AI-robots toch niet met elkaar beleven? Of waarom niet? Ze zijn nu al aan het ontwikkelen dat ze bewustzijn krijgen, dat ze intelligentie krijgen. En waarom zouden ze ook geen gevoelens kunnen ontwikkelen? Ja, ik kan me er zo weinig bij voorstellen. Jij, Guido? Nee, ik wil niet eens proberen, denk ik. Nee. Ja, met die bevolkingsdichtheid. Kijk, dat is wel ook wat het eerder over het boek van Hannah Ritchie. En zij wijst er ook wel aan dat dat langzaam minder aan het worden is. Hè? Dat die... Ja. Als daar, inderdaad, we gaan er. We zijn al een beetje over de heel. In de jaren 40 gaan we dalen. De Chinezen worden heel veel minder, geloof ik. Dus India groeit een beetje door. Een deel gaat het ook wel vanzelf. Dus daarmee ook de druk op de natuur. Dat is dan meestal het verhaal, omdat hoogopgeleide mensen minder kinderen krijgen. Vaak ook te weinig. Korea heeft, geloof ik, nog maar een geboortegetal van 0,7. Met andere woorden, die krimpt als een dolle. Daar heb je weer hele andere vergrijzingsproblemen door. Mm. Maar dus jij zegt, dat is geen punt. Maar we gaan verder. We gaan niet alleen krimpen, we gaan de mens afschaffen. En jij zegt, nou ja. Waarom ook niet? Ja, ik vind dat wel een interessant gedachte-experiment in ieder geval. Hè. Dus je hebt al langer discussie, gaat de mens niet deels ook een robot worden? Ja. Dus de singularity, dat je één wordt met robot en de mate waarin bijvoorbeeld je geest uiteindelijk zou kunnen uploaden of deels je lichaam zou kunnen vervangen. Kan dat? Want dat is Musk geloof ik een beetje mee bezig, dat je feitelijk gewoon een USB-stickje in iemands hoofd zet. Kan dat echt? Nee, nu nog niet. Maar goed, er zijn slimme mensen die daar echt wel op inzetten dat het over 50 jaar zou kunnen. 50 jaar? Ja. Maar dat als iemand bijvoorbeeld overlijdt, want dat vind ik zo'n raar ondeelbaar moment. Ik heb het niet heel lang geleden meegemaakt in de familie. Iemand met heel veel in zijn hoofd, die gaat dood en dan plop, alles weg. Ja. Dat moment kunnen we gaan voorkomen. Ja, dus dan zou je theoretisch dat kunnen uploaden in een cloud. En dat kan je dan weer downloaden in een nieuwe robot. Bijvoorbeeld die heel erg lijkt op diegene. En die dus ook weer door sensory input gewoon nieuwe ervaring kan opdoen en kan blijven leren. Want AI kan ook zelflerend zijn, dus je kan daar blijven ontwikkelen. Een betere mens dan weliswaar een robot, maar toch. Ja? Maar ja, kijk, of het in een ander mens planten. Ja, kan ook. Ja. En dan krijg je dus ethische vraag van ja, moeten we daar niet in gaan sleutelen? Want als deze persoon bijvoorbeeld heel veel goede eigenschappen heeft, maar één hele slechte, hij liegt heel erg veel of zoiets, kunnen we dat er niet uit gaan halen? En ben je dat dan eigenlijk ethisch niet verplicht om te gaan doen? Ja. Kunnen we allemaal kleine poetientjes gaan maken? Nee, dat is precies, zeg maar. Nu hebben we heel erg discussie, kan je de mens beter maken? Maar wie hier natuurlijk zijn handen op wil leggen, is Poetin, is Xi, is Iran, noem maar wat op. En die willen natuurlijk gewoon voor hun eigen doeleinden. Maar kijk, Bart, voor mij onmogelijk om te zeggen, je hebt ongelijk, is niet waar, kan niet, weet ik niet. Het is jouw vak. Tegelijkertijd denk ik altijd, techneuten hebben een soort overschatting ook van wat technologie kan. Ik heb bijvoorbeeld al discussies met Alexander Klupping-achtigen die dan zeggen, maar kijk, er komt nu een keer zo'n dating-app. Ja. En die is veel beter dan wanneer je gewoon in de kroeg iemand wel of niet leuk vindt. Want die kan al die variabelen kunnen. Volgens mij is dat een soort bevroren gedachte van technologen. Dat ze denken, dit kan, dit is perfecter dan al die, al die menselijke reacties. Hoe iemand ruikt, hoe iemand een grapje maakt, hoe iemand een oogopslag. Daar zitten zo oneindig veel variabelen in. Ik betwijfel of een computer dat toch beter kan.
Technisch gesproken, logisch is dat die beter zou kunnen. Ja, het is grappig. Ik had juist gisteren met een aantal Europese techneuten een discussie. En die zijn vaak wat conservatiever dan de Amerikaanse techneuten. Die staan er ook verder vanaf. En die zeggen vaak, nou, we zien het wel als het komt, maar we geloven er... Ja, maar techneuten willen dit, omdat die zelf nooit contact met iemand durven leggen. Ze willen dit. Daarom is het hele Facebook ontstaan. Gewoon een nerd. Die ja, zeker. Zuckerberg. Nee, dat is zeker zo. En ik ben daar ook sceptisch over. Dus ik zeg ook niet, dit komt er. Maar er zijn serieuze mensen die hier serieus mee bezig zijn. Ja. En we kunnen dat ook niet uitsluiten. Dat is het enige wat ik denk. Ja. Dus we moeten daar rekening mee gaan houden. En nu al over gaan nadenken. Stel, dat kan inderdaad over 10, 20, 30 jaar. Wat doen we dan? En hoe gaat onze samenleving daaruit zien? Guido, ben je er nog? Hallo. Ik denk iedereen is op een bepaalde manier conservatief. Hè? Je wil graag dat je kinderen hetzelfde doen als je zelf hebt gedaan of deels en zo. Ja. Maar dat gaat nu zo hard dan onderuit. En ja. Ik zat ook te denken aan volgens mij zei Einstein dan iets van science progresses every funeral. Hij bedoelde eigenlijk van ze nu dan moet gewoon een generatie moet ruimte maken voor dat er weer progressie is en weer nieuwe ideeën. Ja. En op het moment dat je nu wordt het meer een continu iets. Want je zegt, oké, de kennis van iemand proberen we door te plaatsen bij iemand anders. Dan dat soort dingen, krijgen dan ooit wel een heel nieuwe generatie? Of wordt het dan gewoon één lange... Nou ja, goed, dat is ook gewoon... Dat gaat niet zwart op wit van de ene op de andere. Je kan nooit zo'n zwarte streep trekken. Aan de andere kant is... Kijk, in jouw vak, je bent vooral gespecialiseerd in bosbranden. We hebben natuurlijk heel gesprek gehad net over klimaatopwarming, optimisme, noem maar op. De mens zit jou fors in de weg. Ben je niet blij dat we een beetje vervangen gaan worden? Want de mensen zijn eigenlijk... wij zijn de amokmaker. Ja, dat is ook een beetje een filosofische vraag, denk ik. Ik sta er niet zo in, hoor. Ik denk inderdaad, de mens die creëert een probleem... en de mens is heel ook goed in problemen oplossen. Ja, nadat we ze eerst gecreëerd hebben zelf. Ja, nee. Dat ik wel zo. Ja. Dus ik denk, weet je, hier komen we ook wel weer uit. En tuurlijk veranderen dingen en het gaat zeker op termijn... voor generaties gaat dit problemen geven. Maar... Wordt het beter, denk je? Ja. Want als je Bart hoort... Kijk, Bart kijkt er ook heel vrolijk bij. Dus dan denk je, nou, laat maar komen, die robot. Maar... Kijk, jij zit in dat Wageningen, dus je zit toch al in defensief met z'n allen. Hey, eerst hebben jullie die hele landbouwhorror gemaakt. Nou, dat was allemaal heel trots, grote voedselproductie. Maar nu is het natuurlijk allemaal slecht nieuws, wat jullie aan het bestrijden zijn met z'n allen. Ja, dus... maar ik bedoel, dat is ook, daar hadden we het eerder over. Kijk, de handvaten zijn er om het beter te maken. En ik geloof ook wel dat de mensheid daar goed genoeg is om die te grijpen. Mm-hmm. Om er iets mee te doen. En kijk, klimaatverandering, ik zie het een beetje zo. Klimaatverandering is een groot probleem. Als je het oplost, krijg je andere kleine problemen. En ik denk, bij AI is dat ook... Los een aantal dingen op, maar je krijgt ook... Zolang we daar transparant en eerlijk over zijn... en daar zie ik meer problemen van, hoe krijg je inderdaad dat fake news gedoe? Hoe zorg je ervoor dat wat het beste is voor de grootste gemene deler... naar boven blijft komen? Is dat een goede formulering voor de grootste gemene deler? Want dan ga je... Dat is de fake democratie. Maar het gaat ook om de kleine groepen die heel blijven, toch? Niet alleen maar om de grootste gemene deler. Nee, tuurlijk. Misschien is dat ook wel vooruitgang, hè? Dat je probeert meer inclusief te zijn. Ja. Nou, dat woord gebruik ik dan zelden, maar oké. Okay. Ja? Okay. Zo'n overheidswoord, daar heb ik geen zin in. Hey Bart. Mag ik nog iets vragen? Ja, je hoort wel eens over geoengineering. Dat je dan een vulkaan kan nabootsen en dan... Kijk, je hebt er helemaal zin in. Een soort as in het heelal kan spuiten, waardoor er dan minder zonnestralen komen. Werkt dat? Is dat ontzettend gevaarlijk? Of wat denk je daarvan? Kijk, we zitten natuurlijk nu op... Niet de wolken moeten we creëren, dat soort dingen. Ja, dat soort zaken. Nou, er zijn best wel veel scenario's om te zeggen... Oké, er zijn een paar problemen. Eén daarvan is inderdaad dat de zomers te warm wordt op de polen. Dus daar moeten we inderdaad meer wolken hebben. Dus daar wordt wel over nagedacht. En ik denk dat dat best wel een soort van oplossing kan zijn. Maar goed, daarmee creëer je ook weer andere weerpatronen. Wat gebeurt er als opeens in Europa de oogsten mislukken, omdat wij... Ja. Dus het is een heel lastig iets. Nee, maar boven de Noordpool bijvoorbeeld, waar het geloof ik 7 graden warmer is tegenwoordig... Om daar bijvoorbeeld inderdaad wolken te creëren. Ja. Er zijn verschillende plannen van zeilboten die eronder gaan varen. Die daar, ijzersulfiet of zo, de lucht in blazen. Tot met vliegtuigen, wolken. Het is technisch gewoon mogelijk. Ja, en er wordt ook veel onderzoek naar gedaan. Maar dat is wel, dit zal typisch iets zijn, volgens mij, dat wordt gedaan op het moment dat het echt fout gaat. Ja. Ik denk dat wij... Het gaat nooit van het een op het andere moment fout. Het gaat natuurlijk langzaam fout. Dus je moet wel een keer beginnen. We zien nu bijvoorbeeld dat de zeespiegelstijging... niet zozeer voor de kust van Nederland, daar begint het een beetje... maar mondiaal begint die te versnellen. Ja. En dat is best eng, hè? Want we hebben dat bij corona gezien. Ik wil dat even uitleggen, want dat is bij mij in het lichtbad... als hij links omhoog gaat, gaat hij rechts ook omhoog. Hoezo gaat hij dan in Nederland niet zo snel en elders wel? Dat uiteindelijk vlakt dat toch uit over de hele wereld, of niet? Hoe werkt dat? Ja, uiteindelijk wel. Maar wat je ziet, dat zie je ook bij klimaat. Regionaal zijn er altijd andere factoren. En bijvoorbeeld Nederland, als je veel wind uit het noordwesten hebt... dan wordt het veel opgestuurd. Dan wordt die weggeblazen,
Dus dat soort dingen moet je allemaal, maar uiteindelijk als het mondiaal versnelt. Hoeveel centimeter is Nederland nu, onze kust, zeg maar? Hoe dieper liggen we? Hoeveel dieper liggen we nu? Verschilt dat centimeters toch? Ja, in een eeuw ongeveer 20 centimeter. We gaan nu richting, dus het getal is ongeveer 2 millimeter per jaar. Ja. Maar het gaat nu naar 3, 4 en bijvoorbeeld bij 6 millimeter per jaar. Dan verzuipt de Waddenzee al. Ja, dan verzuipt de Waddenzee. Ja, dan wordt hij te diep. Ja, ja dan valt hij niet meer droog. Heel jammer. Ik ga er straks weer overheen varen. Dat zou erg jammer zijn. Aan de andere kant denk ik, ja, god, we bouwen gewoon dijken. Wat een gezeur. Dat doen we al eeuwen. Dat kunnen we best. Nee, maar dat is ook wat ik net zei. Weet je, mensen zijn wel goed in oplossingen bedenken. En als je met mensen van Deltares praat, zien inderdaad. Kijk, het probleem is de zee, maar ook inderdaad de rivieren. Dus nu worden er al grote plannen gemaakt om grote dijken buiten zees. Het gaat. Ja. Dus dan kan je zeg maar, dan hoef je de rivieren, die kunnen gewoon blijven zitten in hoge dijken, maar dan moet je het water wel wegpompen. Ja, en je hebt die zouten kwel, die grond die verzilt, dat is helemaal niet goed voor de boeren natuurlijk. En misschien wel voor de dieren ook niet. Oké, eenmaal andermaal, Bart, ben je er nog? Ja, dit is natuurlijk een gesprek tussen twee mensen die totaal niet op elkaars terrein zitten. Of zie ik dat verkeerd? Nee, ik denk juist dat AI bijvoorbeeld wordt ook heel veel ingezet om klimaatverandering tegen te gaan. Ja. Dus om daar nieuwe modellen in te ontwikkelen, om juist efficiënter te werken. Dat is een groot doel daarvan. Dus ik zie dat juist heel erg, inderdaad, wat ook een beetje het thema van dit gesprek is, van de overkoepelende vraag, is hoe gaan we die toekomst nou veiligstellen? Ja. En ik denk dat we moeten zorgen dat AI dit soort problemen juist aanpakt in plaats van vergroot. Ja. En ik denk nog een stap verder, hè. Zelfs bij mitigatie, adaptatie, dat je, laatst was het nieuws inderdaad, dat je je elektrische auto niet tussen 6 en 10 in mag pluggen. Ja. Maar als je zegt gewoon, je komt aan en je zegt wanneer je de auto nodig hebt, zo, volgens mij AI kan. Ja, wat een ongelooflijk dom bericht was dat weer. Waardoor iedereen weer alle kanten opstuift. Ik bedoel, dat kun je toch met technologie zo regelen? Ja, als ik heb hem pas over 16 uur nodig. Ja. Ergens tussen nu en de komende 16 uur moet je zorgen dat het ding vol is. En dan gaan ze zeggen, ja, we gaan hem dan 's middags uitzetten met z'n allen. Het is zo stom, dat bericht. Nee, precies. Maar ik denk dat heel veel mensen nog niet doorhebben dan transitie ook wel een verandering in. Je merkt ook dat er minder elektrische auto's nu gekocht worden. De Duitse auto-industrie deels, bijvoorbeeld BMW die erop terugkomt. Die zegt, we stoppen met het elektrisch. We gaan hybride of waterstof, weet ik wat. Dus er zijn ook wel wat tegenstelde bewegingen. En de mensen die deze zomer met vakantie gaan met de auto, die zullen het ook wel merken als ze buiten Nederland komen, hoe lastig het is om te tanken. Sta je in de rij met al die suffe Tesla's? Nou, ik was toevallig net, kom terug van skiën, en ik was de snelste op mijn rijden elektrisch. Dus als je het goed plant, dan is het, en met AI maar kan dat nog een stuk alleen beter. Hoe vaak heb je moeten tanken? Je bent gaan skiën? Ja. Oh, wat beter een boef. Echt een slechte, ja. Toch wel. Net heb je gezegd dat je zo zuiver leeft. Krijgen we nou? Maar met die AI-gestuurde auto's, dat is juist ook het doel, omdat zo energie mogelijk. Kan toch? Ja. Het kan veel beter dan als mensen dat doen. Ja. Dus je ziet dat daar AI heel erg die problemen kan. Maar ook hele simpele dingen. Mensen zetten afwasmachine aan, mag van mij, hè. Maar dan zet je hem gewoon aan als de zon schijnt. Gaat die gratis op je zonnepanelen. Weet je, kan je allemaal doen. Maar dat is hele simpele technologie volgens mij. Ja. Aangeschoven inmiddels dokterassistent Milou Brand. Milou, wat heb je meegenomen? Ik heb iets meegenomen, maar terwijl ik naar jullie aan het luisteren was, dacht ik, er is ook nog een ander interessant snijvlak waar ik zo over na ben gaan denken de afgelopen tijd. Is, als je een vorige generatie vroeg, wat doen we over 30 jaar? Dan zeiden ze, van, dan gaan we vliegen door de straten en dan hoeft niemand meer te lopen. En dan gaan we naar Mars, een hotelletje voor het weekend. Maar in plaats daarvan hebben we ons wel verder ontwikkeld en hebben we dus AI. Maar dat is een virtuele werkelijkheid die we gecreëerd hebben. En in hoeverre is dat nou een daadwerkelijke verrijking voor ons leven? Of is het misschien ook een stukje, ja, een beetje een verarming, omdat de wereld al zo mooi is. Hoe kijk je daarnaar? Dat hangt per persoon af, denk ik. Ik zelf leef helemaal AI uitgezonderd. Zal ik maar zeggen, ik lees boeken, ik spreek met mensen. Je bent helemaal analoog. Je bent een meider? Eigenlijk wel. Ja? Dus ik vind het wel heel erg leuk en spannend. Maar ik hoef daar zelf, inderdaad waar we het over hadden, voor mijn persoonlijk contact, zoals dit gesprek, dat is eigenlijk het leukste. En ook met vrienden zitten, een boek lezen, door de natuur wandelen. Ja. Dat zijn de mooie dingen. Maar waarom zijn we die weg ingeslagen van de virtuele werkelijkheid? Om daar een nieuw wereldje te creëren. Ja, niet iedereen is zo conservatief als wij zijn, denk ik. En sommige mensen vinden dat ook leuk. Je kan ook met VR bijvoorbeeld, virtual reality, kan je reizen gaan maken. En dan hoef je dus niet CO2 uitstoot te doen en je hoeft niet heel veel te betalen. En je kan het wel helemaal echt meemaken. Ja. Dus dat zijn ook mooie toepassingen. Ik stel hier vrij willekeurige vragen. Ik moet je voorstellen, ik ga gisteravond mijn dossiertje lezen. De redactie levert dat keurig aan. Ik ga daar zo'n beetje doorheen, lees dat. Ik stel vragen die betrekkelijk willekeurig zijn. Als je dit nou gewoon in een
AI een algoritmetje had gestopt, had je waarschijnlijk een veel beter interview gehad, of niet? Nou, het is grappig. Ik moet nu een interview over mijn eigen boek voorbereiden. Ik heb aan ChatGPT gevraagd, lees dit boek en stel 10 goede vragen. En dat zijn echt hele goede vragen. Ja, zijn echt to the point goede vragen. Ja. Met andere woorden, Kelder, werkloos. Nou, tot zover goed nieuws. Kan je lekker gaan zeilen? Ja, nou, ja, van welk geld dan? Wie gaat dat betalen? Maar je moet het nog wel zelf. Nou, dat is een discussie die nu opkomt in Amerika. Moeten we niet naar een universeel basisinkomen? Oh my god, krijgen we dat? Volgende keer. Oké. Okay. Laten we daar een econoom op vragen. Het eindigt altijd weer bij socialisme. Voortbedurend op mijn vraag van net. Is er iemand die de natuur heel mooi heeft beschreven? In het bijzonder de lente. Het is net maart, dus we zitten erin. En het is... Nou ja, ik vind het wel poëzie, maar het is eigenlijk een lied van Maarten van Roosendaal. Het heet Mooi. Ik heb het naar eigen inzicht een klein beetje ingekort. Ach, zie de lammeren nou toch lurken aan hun vers geschoren moeders. Hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. Hoe de zwoele wind de wolken waait tot pas gewassen luchten. Kan iets mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn dan groot. En voel de horsta nou toch lonken, haar knoppen staan op barsten. Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan iets frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpste. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi. Mooi. Het is om te janken zo mooi. Milou Brandt. En ik dank dokter Gide van der Werf en dokter Bart van der Sloot. Dit was hem, jongens. Blijven denken, blijven luisteren.